Global Rise heeft de ranglijst Onbereikte 2024 uitgebracht. Deze lijst laat zien waar in de wereld het minste aantal christenen wonen en waar het evangelie dus het hardst nodig is. Aan tafel directeur van Global Rise, Martin Visser. Goedenavond, meneer Visser. Goedenavond. Ja, voor de vierde keer deze lijst. Wat houdt deze lijst precies in? Nou, met deze lijst proberen we inzicht te geven in de gebieden, landen, volken ter wereld waar het minste aantal christenen zijn en waar dus zending nog het meest hard nodig is. Ja, en wat verstaat u dan precies onder onbereikten? Onbereikte is eigenlijk een heel rekbaar begrip. In de pure vorm van mensen die nooit zelfs de naam van Jezus gehoord hebben, geen enkele christen in hun volk hebben, dan heb je het nog over een paar hele afgelegen stammen. Maar als je het hebt over mensen die in hun omgeving waarschijnlijk niemand kennen die ook christen is, die nooit iemand tegengekomen zijn die hen het evangelie uitlegt, nou, dan heb je het nog over hele grote groepen, zelfs miljarden mensen over de wereld die niet bereikt zijn met het evangelie. En waarom is deze lijst nodig? Omdat we allemaal geneigd zijn vooral in je eigen omgeving te kijken. En dat is ook belangrijk. Dat je je eigen familie, buren, vrienden vertelt over de Heer Jezus. Maar we hebben ook die opdracht om de wereld in te gaan en het evangelie met alle volken te delen. En om onze ogen daarop gericht te houden, brengen wij die ranglijst onbereikt uit. Ja, en dit jaar is dat dus al voor de vierde keer. Ja, elk jaar heeft uw organisatie een ander focuspunt. Wat was het focuspunt van dit jaar? Nou, dit jaar hebben we de wereld ingedeeld in 7 grote regio's, werelddelen of delen van werelddelen. En uit elk van die regio's het land gepakt waar het laagste percentage christen is. Oké. Dus deze werkwijze maakt het dus ook lastig om deze ranglijst met die van 2023 te vergelijken. Ja, dat klopt inderdaad. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat je elk jaar precies weet hoeveel christenen ergens wonen. Dus jaar op jaar is dat best lastig om veranderingen te zien. Vandaar dat we een cyclus van 5 jaar hebben ontworpen, waar we van zeggen van we geven telkens een andere invalshoek. En dan na 5 jaar, dan kun je het vergelijken met van 5 jaar geleden. En dan zie je waarschijnlijk duidelijkere veranderingen. Ja. Dat geeft ons ook meteen de mogelijkheid om de ene keer aandacht te geven voor landen. En de andere keer bijvoorbeeld voor volken. Omdat het best kan zijn dat binnen één land het ene volk helemaal bereikt is, maar dat het andere volk nog bijna geen christenen telt. Ja. Even terug naar de lijst dan van dit jaar, want dat zijn niet precies de werelddelen, de continenten zoals we dat kennen. Dat heeft u op een bepaalde manier vormgegeven. Ja, dat komt. We zijn wel uitgegaan van de werelddelen. Vervolgens hebben we gezegd van, nou ja, je hebt die band van Marokko tot Afghanistan die als de moslimwereld over het algemeen gezien wordt. Laten we die als één blok nemen. Maar dan nog, als je dat doet, dan is Azië meer dan de rest van de wereld bij elkaar. Dus laten we Azië ook nog even in 3 hakken. We pakken India, we pakken China en de rest van Azië als aparte onderdelen. Ja, en zo kan het dus dat er in die top 7 die dus uiteindelijk uit deze lijst is gerold, er 3 Aziatische landen op staan. Afghanistan, Tibet en een deelstaat van India. En nog Noord-Korea. Dus 4 zelfs, ja. Laten we even inzoomen op Afghanistan. Staat het hoogst op de lijst? Hoe verklaart u dat? Nou, Afghanistan is natuurlijk een heel sterk islamitisch land. En eigenlijk zijn Afghanistan en Somalië op de tweede plek heel erg vergelijkbaar in de zin van dat zowel de regering als de maatschappij ontzettend islamitisch is en mensen, als ze christen worden, van hun leven niet zeker zijn. En dat zorgt dat het heel erg moeilijk is om zending te bedrijven. Dat als je christen wordt, je kans hebt of te sterven of dat je moet zorgen het land uit te gaan. En dat betekent dat in beide landen maar 1 op de 5000 mensen christen is. Maar die 1 op de 5000 zijn dan over het algemeen buitenlanders en niet mensen uit het land zelf. Dus dat zijn echt de landen waar de kerk vrijwel afwezig is. Ja, dus dan hebben we het echt over procentpunten van de inwoners die christen zijn. Ja. Ja.
Hoe zijn deze mensen dan te bereiken als er zo weinig christenen in zo'n gebied wonen? Nou, in Afghanistan weten ze best behoorlijk goed te bereiken via het internet. We hebben Afghaanse Facebookpagina's en mensen die reageren daarop. We hebben best veel mensen uit Afghanistan die zich inschrijven voor onze Bijbelstudies. Maar zelfs dan moet je heel erg oppassen. Ik had vorig jaar iemand uit Afghanistan die ik een cursus aanbood via WhatsApp. En op een gegeven moment zei hij van, ik moet er nu toch stoppen, want ik zit op de universiteit. En de leraren die kijken onze mobiele telefoons na. En als ze zien dat ik met je aan het appen ben, dan ben ik mijn leven niet veilig. Ik dank voor de links die ik gekregen heb. Ik ga verder studeren, maar ja, dat persoonlijk contact durf ik nu niet aan. Ja. Grote risico's dus voor deze mensen. Ja, en uiteraard is het niet de enige manier. Hè. Ook op de grond zelf zijn er mensen actief en zijn er huiskerken, zelfs in Afghanistan. En dat is belangrijk, want het kan niet alleen maar via het internet gebeuren. Er moet een plaatselijke kerk ontstaan. Maar ja, heel, heel moeilijk is dat wel. Ja, het lijkt me ook gevaarlijk in dat soort landen. Ja, zeker. Ik wil even met u naar een heel ander deel van de wereld. Mm-hmm. Het Amerikaanse deel, want ook dat stond op de lijst. Op plek 7 stond Suriname, waarvan 51% van de bevolking christen is. Voelt toch als een vreemde eend in de bijt in deze lijst. Ja, dat is het ook. En dat is natuurlijk het gevolg van de wereld in 7 delen verdelen, waaronder het ene deel is Noord- en Zuid-Amerika. En dat is voor 85% christelijk. Dus pak je het minst christelijke land in Noord- en Zuid-Amerika, ja, dan kom je bij Suriname uit. Mm-hmm. Wat nog steeds voor de helft christelijk is. Dus wat je daar vooral uitziet is, als je naar onbereikt op zoek bent, moet je eigenlijk niet naar het Amerikaanse continent, maar naar Azië. En dat springt er op die manier ook wel uit. Ja, ja. U noemde net ook Somalië. Somalië, dat is een land wat juist in een gebied ligt waar veel mensen wel christen zijn, alleen Somalië springt er dan negatief in uit. Ja, klopt. Ook dat is inderdaad een hele opvallende, omdat Sub-Sahara-Afrika is inmiddels in meerderheid christen, bijna 60%. Maar daar zit dan inderdaad in dat ene hoekje Somalië waar ja, bijna niemand christen is. En als je christen wordt, je nog een levensverwachting hebt van 6 maanden. Ja. Dus dat is echt een extreme outlier in die regio. Ja. Als u die top 7 dus zo bekijkt, met Afghanistan, Somalië, de deelstaat in India, Noord-Korea, Suriname en ook Kosovo. Welk van deze landen moet dan de focus de komende tijd gaan liggen als we het hebben over de onbereikte? Dan kies ik toch voor die deelstaat uit India, Uttar Pradesh. Daar wonen 250 miljoen mensen. Als je dat op de landenlijst zou zetten, dan zou het 5e land ter wereld zijn. Er wonen meer mensen dan in Pakistan, meer mensen dan in Brazilië, meer mensen dan in Nigeria. Maar toch is het heel onbekend, omdat het niet een land is, maar een deelstaat. En ja, daar is ook maar iets van 0,3% van de mensen waarschijnlijk christen. En daar is wel heel veel mogelijk. En juist daar is ook veel aan de hand op het moment. En dat is wel het verschil als ik over de jaren kijk van die moslimwereld. Die is onbereikt. Er komen gelukkig mensen tot geloof. Maar in India zie je wel een veel grotere beweging. Ja. Ja. Goed, nou laten we deze landen in elk geval in gebed meenemen en vragen of de Heer zich aan deze mensen wil openbaren. Dank voor uw toelichting, Marten Visser van Klaboerijs. Graag gedaan.